Zondag werd de 15e editie van de Mariekenloop gehouden. Rut van der Meijden won de vrouwenloop. Naast de standaard 5 en 10 kilometer werd er dit jaar ook 7,5 kilometer gelopen. Ja, wat er anders is aan deze Mariekenloop ten opzichte van vorige editie is met name, het is een festival geworden. Het is in een park, het is buiten. We rekenen op heel veel publiek. En we maken fantastisch gebruik van het mooie weer. Dus dat is eigenlijk een festival waar allerlei sporten getoond worden. Of er zelfsprekend ook hard wordt gelopen. Dat is het allerbelangrijkste. Maar er is gewoon veel meer te beleven. Het is een beleving geworden. De drempel tussen de 5 en de 7,5 die bleek wat te veel. Daardoor, inderdaad, waarom een 7,5 kilometer? Ja, omdat er toch, je ziet dat het voor vrouwen prettig is dat je precies die afstand kunt kiezen waarvan je denkt van nou, die durf ik aan. En tussen 5 en 10 lag toch nog naar onze mening te groot gat. En we zien het ook dat die 7,5 ook in trek is. Dit hadden we niet verwacht. 2 weken lang werd er matig weer aangekondigd, kreeg weer een 5e. Ja, nu staan we hier, ik sta te zweten, de vrouwen staan te zweten. Het is gewoon geweldig om het zo voor de eerste keer neer te zetten. Daar zijn we geweldig blij mee. Het was onze eerste wedstrijd. We waren met een clubje van 4. En we dachten, we doen een keer een wedstrijdje mee. En 7,5 leek toen wel een leuke middenweg. Dus er kwam ineens, zei iemand, doe moeilijk of makkelijke. En toen dachten wij dat een moeilijke zou zijn dat je over wat dingen heen moest springen en dat soort dingen. Dus dat hebben we niet gedaan. Toen gingen we voor de makkelijke, ja. Ik heb 7,5 kilometer gelopen. En je stond helemaal vooraan, was daar een reden voor? Wij horen bij Team Zevenheuvelen en wij corresponderen een beetje met de organisatie hier. Dus dan worden wij ook gevraagd en dan mogen wij ook vooraan staan. En ik had ook een tijd opgegeven dat ik vooraan kon staan. Ik heb 31 minuten 50 of 53 of zo gelopen. Maar ik ben er wel blij mee voor nu hoe het gaat, ja.